Al meer dan een jaar moet pianist Matthijs Stronks uit Aalten het doen zonder optredens door het huidige coronabeleid. Stilzitten bleek geen optie en dus vatte hij het idee op om een muzikale ode te brengen aan zijn streek, de Achterhoek. Ik vond gewoon dat het allemaal wat stil was in de Achterhoek. En ik ben met Joop eigenlijk een beetje los gaan brainstormen wat we dan konden doen, dat er een beetje reuring kwam. Uiteraard natuurlijk wel richting de culturele sector. Matthijs stapte met het plan voor een nieuw Achterhoeks volkslied naar de Aaltense wethouder Joop Wikkerink, die zijn idee namens de gemeente financieel ondersteunde. Hij is trots op het eindresultaat. Dat raakt mij gewoon als Achterhoeker. Zo zijn wij. Zo willen wij ook in het leven staan. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, maar wel keihard werken en drang. Het nummer Hier in de Achterhoek wordt gezongen door zanger en gitarist Rocco Osterman. Volgens hem kent het nummer meerdere facetten. Er zit een soort van rust in. Er zit een soort een klein beetje zelfsport in. Er zit een soort van liefde voor de natuur in. Voor de relaxte hartslag ook wel. Op het zware vivre gevoel, het proost op het leven. Ja, ik vind het wel een heel relaxed, mooi nummer geworden zelf. Nobelschap, gemoedelijkheid. Personen die opvallen, die erin moeten, je hoort heel vaak toch echt Benny Jolink of Hans Keupen of Zwarte Cross. Dat zijn wel echt de hoekstenen van heel veel mensen. Het nummer en bijbehorende videoclip worden komende week gelanceerd en daarna verder in de Achterhoek verspreid. We hebben daar wilde ideeën over, maar dat moet nog even geheim blijven. Maar ik hoop dat die ode aan de Achterhoek breed gedragen en gezongen gaat worden. Ik wil eigenlijk niet zeggen van we hebben het volkslied voor jullie, maar we hebben een mooi lied, een volkslied, een ode aan de mooie streek en ik hoop dat mensen zich daarin kunnen herkennen. Maar wij met hier bestaan onder onze Achterhoekse naam.